Hey, mijn naam is Anne Bras en oh my god, what the fuck, barbecue. Dit is werkelijk maar de tofste dag uit mijn leven. Herinnert u zich nog dat Games in Concert voor het allereerst in Nederland was? Dit werd vorig jaar door het Metropool Orkest in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht gespeeld. Misschien bent u ook op de hoogte dat Games in Concert 2 eraan komt op 8 december. Dat is nog maar 3 dagen verwijderd van vandaag. En ook hier zal het Metropool Orkest weer opnieuw gaan spelen. Onder leiding van... Momentje. Onder leiding van Laura Karpman, dirigent slash componist, staat hier. Dus dat kan niet misgaan. Ook de line-up is al bekend en deze is te vinden op gamer.nl. Natuurlijk moet het Metropool Orkest eerst nog alle gamemuziek repeteren voordat ze het zouden kunnen spelen tijdens Games in Concert 2. Dit gebeurt pas 3 dagen van tevoren. Oftewel vandaag, in het gebouw hier achter mij. En ik ga naar binnen om het vast te leggen. En het wordt weer heel leuk. Ik hoef eigenlijk niets te vertellen. We hebben vorig jaar in Vredenburg gestaan, in het oude Vredenburg. En het was een waanzinnig succes. Dat hebben we 15 keer zo sterk nog beter gemaakt in Lowlands. Er waren 15 tot 20.000 mensen die hier zijn. Ik wou maar even zeggen, dat was fantastisch. Er komt weer aardig wat pers op af. Er is Anne. Die heeft vorig jaar een fantastisch YouTube filmpje gemaakt over zijn ervaringen van het Games in Concert in Utrecht. En we hebben hem gevraagd om vandaag een deel van de repetities te filmen. En daar een filmpje wederom op zijn manier op YouTube te zetten. Ik wil heel graag de dirigente introduceren. Haar naam is Laura Karpman. Om een idee te geven van wat zij heeft. Zij heeft 10 Emmy nominaties opgeleverd in Amerika, waarvan ze de 4 verzilverd heeft. Dus deze dame heeft er verstand van. En ik ben heel blij dat ze er is. En heel veel succes, jullie samen met Laura Karp. Super Claus. I'll tell you just a couple of things about me. I grew up playing classical music and jazz. So I have one question though. Where are the second violins? Second violins, okay. So first, second. Right, and violas. Okay. So there we go. First, second, violas. Okay. Okay, got it. All right. So I say how great a jazz musician I am, and I don't know where anybody's sitting. But, you know, that's okay. All right, good. So let's start this morning with Legend of Zelda, please. 1, 2. Wat voor instrument bespeelt u? Hey, ik heb nou staan een altsaxofoon, sopraansaxofoon, klarinet en dwarsfluit. Dus meerdere verschillende instrumenten tijdens... Ja. Oké. Okay. Een boel gewisseld. Ja. Inderdaad. Ja. En welke stukken vindt u interessant? Of kent u ook bepaalde games hiervan? Nou, ik moet zeggen, ik speel zelf niet zoveel games. Alleen okay. Mijn zoon van 9 wel, maar volgens mij zit hij nog niet in deze games. Die zit toch meer in Super Mario en... Precies. Maar die wordt ook gespeeld. Ja, dus dat, ik geloof dat de enige is. En Zelda, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, precies. Is het nou dezelfde Zelda als vorig jaar in Games in Concert? Volgens mij wel, ja. Oké, dus dat is echt van deze. En Mario misschien? Oh nee, want dat was een strijkkwartet. Dat was een strijkkwartet. En dat wordt nu dus veranderd.
Ik zou het niet weten. Ik heb hem er nog niet bij zien liggen. Oké. Nou, we wachten het af. Ja, voor mij zijn het wel redelijk... Kijken wat er allemaal komt. Ja. Tetris, Team of Laura, Clive Barker's Jericho, Max Payne, Shadow of Colossus, Hitman. Heb ik niks te doen. Kijk maar. Kijk. Unreal Tournament. Super. EverQuest. Alright. Mighty Person heb ik weer niks te doen. Weer niks te doen. Is het? Mighty, ik weet het niet. Ballad of Fools. Kingdom Hearts. Ah, kijk. Dat is een bekende. Ja, dat is een bekende. Okay. Mijn vriendin speelt dat. Oké. En Leisure Suit Larry. Ja, ook een bekende. Volgens mij ken ik die ook. Ja. Moon Over the Castle. The Chosen. En dan heb ik nog... Star Fox Team. Oké, ja. Dat is het. Nou, super. Ja. Dat is het voor u ook. Ja, dat is leuk. Ja. En hoe lang doet u dit al? Dit, in dat ik hier ja, in Metropool Orkest inderdaad. Oh, vanaf, dat is al vanaf 1989 begon ik in te vallen. Dus dat is alweer 17 jaar. Even rekenen. Alweer 17 jaar, jongen. Ja. En hoe is nou precies het contact met de dirigent? Want volgens mij hebben jullie die nu voor het eerst gezien, zeg maar. Ja, het is even wennen, maar zij doet gewoon haar werk. Dus aan haar slag kunnen wij zien wat ze doet. En dan ja. Kennen verder helemaal. En ze spreekt Engels. Is dat goed te doen verder? Zijn we gewend. Dat is, kijk, dat is toch wel... Onze chef-dirigent is ook Engels. Dus dat, kijk. Nou, super. Vandaar. En enig bekendheid over hoe de gameslijst, zeg maar, de muziek die gespeeld gaat worden, hoe dat bekend wordt? Nee. Dus jullie krijgen gewoon de nummers en die spelen jullie. Ja, je krijgt een mapje mee naar huis en zoek het maar uit. Okay. Nu wordt het puzzeltje in elkaar gezet, zeg maar. Ja. Dus daar gaan we verder niet over. Nou, spannend. Heel veel succes. Ja, dankjewel, jij ook. Tot ziens.